Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en avond zelfs ook. En de kids staan nu met Sven onder de douche en ik ga ze er zo onderuit halen en dan gaan ze lekker naar bed. En dan morgen ga ik 's ochtends vroeg naar mijn ouders, want ik heb een missie. Ik ga namelijk mijn oude Lego van vroeger uitzoeken. En een deel daarvan, een klein deel daarvan, krijgt Niels een cadeau met zijn vierde verjaardag. Mijn moeder is al begonnen en ik ga ermee verder. Dus ik ga jullie mee op dit weekend. Ik ga ook nog drankjes doen met vriendinnetjes, maar wel heel erg in de buurt. Want Sven mag natuurlijk niet alleen thuis zijn met de kids. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Oh, en we hebben ook nog het 50-jarig huwelijk van de oom en tante van Sven. Dus het wordt een leuk weekend en laten we beginnen. Goedemorgen, het is vrijdag. Oh, ja. Ja, Pieter Konijn. En het is verschrikkelijk weer. Ik ben aan het wachten tot het droger wordt, zodat we kunnen gaan fietsen. Want dan ga ik met de kids en mijn ouders voor de Secret Mission. Nee, het is nu heel schattig bezig. Ja. Yeah. Wat ga je doen? Ja? Wil je allebei? Heb je allebei nodig? Ja, kom maar. Kijk eens. Kom maar. Je kan ermee lopen, maar tillen lijkt me niet zo'n goed idee, toch? Oh, nee? Oké. Okay. Oh jongens, dit is echt pure nostalgie voor mij. Nou, ik ben hier dus nu op missie naar een bepaald stukje in de grote zak. Ja, dit is fantastisch. We zijn uiteindelijk alsnog door de regen gegaan, want we hebben heel lang gewacht. Omdat het volgens de buienradar droog zou worden, maar dat werd het niet. Dus zak er dan maar in. En nu ga ik bouwen. Kijk, deze was ik dus naar bezoek. Die moet hierop. Oh, yes. Nu nog dat blauwe ding. Deze hoort er ook bij. Zo grappig, want ik weet dus over het algemeen al wat erbij hoort. Dus ik heb natuurlijk 100.000 keer in en uit elkaar gehaald. Deze is af. En hier ben ik nog mee bezig, maar nu moet ik gaan. Ik ga nu even spullen in de tas doen. Dus dat is wel ideaal. Deze trap. Toen vroeger na het stappen thuis kwam, moest ik natuurlijk even vertellen dat ik veilig aan was gekomen. Ik zal het laten zien. Maar hij is vrij stijl. Als ik te veel gedronken had, stopte ik maar halverwege. Riep ik het. Oh, ik ben daar. Don't try this at home. We gaan kokkerellen. Oké, okay, dan gaan we even herrie maken, oortjes dicht. Niels? Dit wordt het. Brownies. Zou het lekker worden, Niels? Ja. Dat ook wel. Ik ga maar even rustig aan, want het bleef alleen maar regen. Nu is het weer droog, maar zo meteen is het weer regen. Ik ga trouwens mijn wenkbrauw laten verven bij zo. En ik laat altijd de alles doen. Ik weet niet of die hierbij zit. Oh ja, de brow shape en tint. En soms alleen de tint als ik genoeg shape heb, maar nu alles. Zo dus. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik ga even naar het kruidvat wandelen. Voor luiers en zo. En ja, verder hebben we vandaag het nieuws een aantal leuke dingen. Maar dat is natuurlijk met Sven, omdat Sven Eden niet mag zitten. Dus ik blijf bij Eden. Hè? Wij gaan ook eigen leuke dingen zien. Ja, maar ook een beetje slapen. Ik ben een klein beetje moe. Ja. Dit is zelfs mijn outfit van vandaag. Deze trui die ik vorige week kocht bij de Hennis. Dit is een legging die ik bestelde bij ASOS. Ik weet het niet meer waarvan die is. En dit jasje is... Weet ik ook. Ja, nou, dat gaat lekker. En de fans die ik ook vorige week kocht. Dus, wat een idee.
wandel. En ik heb iets heel fantastisch gevonden. Ik ga het straks laten zien. Tenminste, voor mij fantastisch dan, hè? Nou, we zijn weer thuis. Sven belde me onderweg. Ja, als je thuis komt, hè, wil je dan meteen even het hele huis swiffelen? Want Niels had blijkbaar wat zand aan zijn schoenen. Nou, wat zand? Oké, kitchen nat. Ik ga het laten zien. Wat zand. Dat lag echt door het hele huis. En er had een heel soort hut gebouwd van kussens. Waar het allemaal in en onder lag. Maar goed. Die zijn lekker sporten. En ik dacht, ik laat even zien wat ik dan gekocht had. En waar ik zo enthousiast over ben. Wij doen altijd boodschappen bij de picknick. Dus ik kom niet zo vaak bij de appie. Maar goed. Wat heb ik allemaal gekocht? Waar ik zo enthousiast over ben is dit. Ik ken dit dus niet. Dit is VioLife. Dit is 100% vegan. Dat betekent dus dat ik het mag eten. En dit zijn slices kaas. Grated kaas. Ook fantastisch, want we eten pizza. En oh, nep feta. Oh my god. En deze. Nou, zoiets bestaat al. Ook van lacto-free. Maar goed, ik ga het allemaal proberen. Voor de lunch, voor de kids heb ik dit. Hier is Eden ook echt helemaal gek op. Boter. Ik heb dit. Overgroen, dus hier ga ik meerdere dagen mee doen. Maar dit is courgette, rode paprika, gele peen. Een aanbieding. En dat doe ik dan op een wrap. En dan smeer ik daar deze overheen. Dit zijn dan die worteltortilla's. Mijn lievelingschocolade is in de aanbieding. Dus helaas moest ik die ook meenemen. Keukendoekjes waren een tijdje op, maar die zijn er weer. Dit is Elin's lievelingseten. Deze smaak toevallig. Dit is van de Albert Heijn Biolijn. Pasta met groente, abrikoos en citroensaus. Dit vind ik echt fantastisch. Verder heb ik nog een 6 maanden hapje. Want deze hapjes doen we als we zelf zeg maar, iets hebben wat ze ook mee eet. Maar dan heeft ze, ja, ze heeft gewoon dan eerder honger. Dus krijgt ze eerst zo'n hapje. En daarna iets nog met ons mee. Dit is speldpasta met venkel, wortjes en pastinaak. Wat we ook vaak doen is zeg maar de helft van zo'n potje. Maar het hangt er een beetje vanaf of we 2 dagen achter elkaar iets eten. Wat zij makkelijk mee kan eten. Dit is een speldpasta met spinazie, alle crème en pastinaak. Pastinaak vindt ze ook fantastisch. En dan hebben we hier nog eentje van haar lievelings uiteraard. En dan hebben we nog deze. Rundvlees met linzen, aardappelen en courgette. Ik kocht wat krentenbolletjes. Want, wacht. Ik laat eerst alles zien. Krentenbollen. Nog een nieuwe speen voor haar. Zal ik ook zo even toelichten. En dit is voor Sven. Hier poets je zijn tanden mee. Maar goed, krentenbollen. Van die mini krentenbolletjes. Want we hebben... Niels heeft altijd beerhonger als hij terugkomt van eten. Of van sporten. Dus kan hij zo'n krentenbolletje nemen. Zij wilde het ook ineens eten. Dus dan zet ik een krentenbolletje op. En toen kwam ze aangekropen. Ging ze naar de kar toe kruipen. Pakte de zak en wilde ze er nog een uitpakken. Kees. En morgen hebben we dus een soort lunch en zo in Zwolle. Maar dat, ja, daar rijden we dus heen, zeg maar, voor de lunch. Dus ik dacht, dan geef ik ze ook een wonderrest voor je kind. Maakt het niet uit. En die speen, ja. Ze heeft tegenwoordig deze speen, de van Swavinex. Als het goed uit, als ik het goed uitspreek. En deze hebben dus wel zo'n dental vorm, zo ik weet niet of je een beetje kan zien. Omdat de bipspenen, die hebben dat niet. Dus ik dacht op een gegeven moment toen ze tandjes had, van wil ik eigenlijk wel naar dental over. Maar ze wil niks anders dan latex. Dus deze hebben latex. En nou heb ik er een paar, maar wat het is met Elin is, zij slaat met 1 speen in haar hand en 1 in haar mond. Dat betekent dus dat ik best wel veel speen nodig heb, ook omdat ze haar nog uit bed gooit. Dus we hebben er voor hier thuis, zeg maar 1 in de kinderwagen, en dan hebben we er... 3 à 4 in de slaapkamer liggen. Meestal is er 2, zeg maar, begint ze mee. En dan ergens halverwege de nacht moeten we er nog 1 doen, omdat we er eentje niet kunnen vinden of zo. Bij het kinderdagverblijf heeft ze nog haar oude spenen. Dus die moet ik gaan vervangen. Dus ik dacht, maar dan heb ik er ook weer 2 nodig. Dus ik dacht, dan heb ik 1. Ik had er al eentje, maar ik heb er dus nu nog 1. Dus dat. Ik ga het eventjes in de koelkast doen en dan ga ik even zitten op de weg. Echt last van mijn buik. Ik heb ook allemaal uitslag. Ja, ik weet gewoon niet of dit helemaal normaal is, maar volgens mij heb ik over 2 weken een afspraak bij de chirurg. Dus dan
hebben we het wel weer over. Voor het wie het niet weet, ik heb mijn buikspieren zijn aan elkaar gemaakt. Omdat die heel ver uit elkaar stonden na bevalling. Maar ja, het jeukt. Het is er nu bij een soort pijnschut. Maar ik denk dat het weer zo'n hechting is. Want het is zeg maar met heel veel hechtingen aan elkaar gemaakt. Over je hele buik heen. Het zit allemaal van binnen, dus dat zie je verder niet. Behalve natuurlijk de enorme hechting aan de onderkant. Maar in ieder geval, dat zie je allemaal niet. Maar ik had een tijdje geleden ook al, zeg maar, dat ik niet wist waarom ik op een bepaalde plek heel veel pijn had. Nou, dat blijkt dus inderdaad een hechting te zijn die dan tegen een zenuw aan ligt. Maar goed, ik denk dat dit weer zo een is, maar ik weet het ook gewoon niet. Ik doe natuurlijk niet heel veel omdat ik zo'n moet ontzien. Dus misschien dat dat, ik weet het niet, it hurts. Anyhow, ik ga dit in de koelkast doen. Ik heb de groenten gemaakt en dat ga ik dan nu op een wrap doen. Dat zijn je goed aan het opruimen. Ik heb het idee maar losgelaten dat hij geen kleuren mag mengen, want het is hopeloos. Een van de reden houden ze van. En dan hou je alleen maar zo'n poepkleur over. Ik sta op het punt van vertrekken. Ik heb echt alleen maar zwart aan hoor. Het is echt een hele spectaculaire outfit mod, maar je stelt niet. Heel hel nog steeds, dat is hoopvol. Goed, ik ben in de buurt, zodat als er iets is, dat ik het gewoon terug kan komen. Nou, anders overlinken, maar toch. Gaat deze voor je volgers? Ja, dit is onze gezonde maaltijd. Goedemorgen. Ja, dat ga ik allemaal zo doen. Goedemorgen, het is zondag. En ik heb... Zaterdag. Zaterdag? Ja. Het was iets meer open dan gisteren. Vooral omdat ze gewoon bleven... Ja, ik mag zo. Vooral omdat ze gewoon bleven bijschenken. Maar het was echt super gezellig. Alleen, ja. En de ene heeft een beetje gesproken vannacht. Dus ik heb niet heel veel geslapen. Heb je honger? Kom je nu mee? En nu zijn we buiten. Wij gaan even naar buiten. Nou, het lijkt niet echt droog te worden. Staan we buiten met ons goede gedrag. We zitten echt te spelen. Het feestje was heel gezellig. Ik heb net even mijn make-up afgehaald. Ik ga even Niels in bad, want die zit helemaal onder de stempels. Dus wij gaan even lekker in bad. En dan eten. Zo, lekker schuim. Niels een film aan het opnemen. En daarna heel hard zo om lachen. Het is 9 uur en ik lig al heerlijk in mijn pyjama op bed. Echt, oh, ik was er zo aan toe. Ik ga de vlog afsluiten. Ik heb volgend weekend, volgens mij, een rustig weekend. Gewoon eindelijk weer eventjes met de kids. Volgens mij hebben we wel dingetjes, maar weinig spectaculair. Dus dat is ook wel lekker. Dan neem ik jullie weer mee. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot volgende week.